Ze kunnen hun gedachten veranderen van, oh nee, we willen toch verkopen. Je hebt de Sparrow, dat was een e-mail client voor de Mac. En een redelijk minimalistische e-mail client voor de Mac en de iOS devices. Zo ziet dat eruit. Die is van de week gekocht door Google. Ja. En de productie is direct stopgezet. Dus ze gaan niet meer hun product vernieuwen. En dat is heel frustrerend voor mensen die dachten van nee, dit is nu juist een product wat ik koop. Ja, want ze stelden er een goede prijs voor. En dat was het ook zeker waard. Ja. Het was €5 voor iDevices en €10 voor op je Mac. Ja, het is misschien iets te goedkoop of zo, dat het niet dat het geen sustainable business model is. Maar ja, het is toch een beetje. Ja, als een moloch als Google langskomt. Ja, daar hadden ze beter kunnen onderhandelen. Hadden ze echt wel kunnen zeggen van jongens, Google, we willen door blijven ontwikkelen. Ja, ja, ik merk dat Google die heeft geloof ik ook niet zozeer een bedrijf opgekocht, maar de mensen erin. Ja, 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 daar gaat het zo. En niet alleen gaat het over specifiek de mensen, maar ook over het idee. Want de mail-app van Google zelf, of de user interface, die zuigt enorme klonten. Ja. Dat is echt een hele slechte interface. En helemaal op mobiel. Ja. Dus, en daar zagen ze dus een kans van. Hey, hoor, deze mensen die doen het heel goed. En die hebben ook veel support. Dus laten we die dan aantrekken. Want die hebben er duidelijk een visie over. Ja. Slim. Maar, wel jammer. Maar niet ver naar inderdaad mensen die dachten van, ah, eindelijk een bedrijf waar we op ons die we kunnen vertrouwen. Die ook. Nou, het is echt wel, het is een beetje een knauw. Want ik had altijd wel zoiets van, als ik betaal voor iets, dan kan ik ervan uitgaan dat, kijk, dat een bedrijf dan op een gegeven moment failliet gaat. Allah, weet je, dat kan eens gebeuren. Maar dat ze zich zomaar eventjes lekker laten overkopen, ik vond het toch wel vervelend. Ja, succes is eigenlijk geen goede reden om een product niet meer te ontwikkelen. Ja, precies, ja. Succes. Dus als je succesvol bent, dan zou je denken, dan gaat het door. Nee, dan gaan ze juist stoppen. Heel vervelend. Ja, nee, ik ook. Ik heb er ook aan betaald. En, ik heb er ook voor betaald, maar ik gebruikte het nooit. Dus ik vind het niet zo erg. Nee, maar voor mij was het vooral van, ik dacht van, wauw, dit is een goed initiatief. Deze mensen wil ik juist steunen in het doorontwikkelen. Want ze waren er nog niet helemaal. Dingen gingen nog een beetje traag. Maar ik dacht wel zo van, nou, dit belooft nog wel wat. En dat is die €5 zeker wat waard. Maar goed, helaas. Deze keer niet. Anyway. Ik had ook nog een...